Van deze 40 benen zijn er 2 bestemd om een jaar lang de roem te dragen die wordt toebedeeld aan het mooiste meisje van het land. Inderdaad, in samenwerking met de Nieuwe Gazet heeft te Antwerpen de verkiezing plaatsgehad van Miss België 1971. De 20 geselecteerde kandidaten werden ontvangen bij Mr. GB. U weet wel, het stijlvolle restaurant van Grand Bazaar te Edegem. 20 hoopvolle snoetjes en evenveel popelende harten in blijde verwachting voor de langbegeerde kans ook eens op een eerste bladzijde te verschijnen. Voornaamste vereiste was een goede indruk te maken bij de jury, die was samengesteld uit de heren Jomot, voorzitter van de Belgische Persbond, Festiens, verkoopsdirecteur van Sabena, Tyler en Andersen, respectievelijke organisators van Miss Europa en Miss World, alsook de heer Delville van Le Soir en Shell-directeur De Tri. Op allerlei vragen moest een keurig en vooral verstandig antwoord gegeven worden, want indien u denkt dat een opvallende boezem vol staat, dan heeft u het mis. Een mis moet ook kopje hebben, anders loopt het mis. De jury had geen gemakkelijke opdracht. Elke jonge dame verdedigde zich met de charmes die haar het meeste voordeel zouden kunnen brengen. Wanneer alle troeven op tafel lagen, was het de beurt aan Mr. GP om aan te tonen dat hij op culinair gebied de beste is. Een feit dat door de 20 kandidaten volmondig werd geapprecieerd. Zittend op hete kolen en naast Jan Thijs werden in de burelen van General Motors de laatste schikkingen getroffen voor de uiteindelijke verkiezing. Nog vlug even langs de kapper lopen, wat over de traditionele koetjes en kalfjes praten of nerveus staan trappelen van ongeduld. Allemaal bezigheden waarmee schoonheidskoninginnen hun zenuwen trachten te kalmeren in afwachting van de uiteindelijke confrontatie. Wanneer leidster mevrouw Muller de laatste richtlijnen geeft in verband met de opstelling op het toneel, zit in het auditorium van General Motors het publiek reeds ongeduldig te wachten. Van de 20 moesten er 5 gekozen worden, waaruit het publiek op zijn beurt de mooiste zou aanduiden. De spanning stijgt in de zaal. De cameramen hebben het moeilijk hun beeld scherp te houden. Wie worden de 5 laureaten? De jury heeft haar werk verricht. Hier de 5 uitverkorenen die nu zijn overgelaten aan de smaak van het publiek. De keuze is moeilijk. Details zullen moeten beslissen. Eindelijk is het dan zover. Martien de Hert uit Antwerpen is uitgeroepen tot Miss België 1971. Een jaar roem heeft zij in het vooruitzicht. Engeland en Amerika komen op haar programma te staan. En naast de vele geschenken die zij mag ontvangen, is de manta van General Motors zeker niet het minste. Martien, proficiat, heeft bewezen dat de Antwerpse meisjes voor niemand moeten onderdoen.